Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog van Leven op Wielen. Deze week neem ik jullie een dagje mee in binnenland. Ik heb adresje in Dordrecht om te lossen, eentje in Rotterdam om te lossen. En dan 5 afhalers, een beetje rond de kerk. Ja, het is een keer wat anders. Geen Italië, geen Frankrijk. Maar ja, vaak als je op zaterdag terugkomt, zul je zien, dan krijg je maandag binnenland. Ik heb niks met binnenland, maar ja, het is het werk wat erbij hoort, dus dan gaan we dat maar doen. Nou, we zullen eens maar gaan beginnen, want de zon die begint te schijnen. En dat is in ieder geval beter als regen, dus ik kan niet altijd in gooien. Nou, wat gaan we doen? Een heel dun plaatje? Ja, zo. Sla over 200 meter linksaf naar Cairostraat, neem dan de tweede weg links. Sla linksaf naar Cairostraat, neem dan de tweede weg links. Houd links aan naar A13. Blijf 800 meter doorrijden op de Maasdamse weg. Kan je iets doorschuiven nog? Ja, ik moet doen. Nou,
Ik heb iets laten maken. Dan zal ik je eens laten zien. Want we hebben heel veel spanbanden altijd. En dit is nogal makkelijk. Dus dat heb ik laten maken, zodat ik heel veel spanbanden in de korte tijd op kan rollen. Zo. En dan maar een beetje draaien, handje ervoor. Oh. Koprollen wordt steeds makkelijker zo. Ja. Hij staat niet goed op het frame natuurlijk. Hij moet wel zo op de magneet staan. Ik denk dat het beter is als dat ik hem een keer vast ga zetten op de auto. Voilà. Nou, we gaan even de pallet vastzetten. Twee spanbandjes, twee spanners, vier hoeken en wat rubber. Ik zal het laten zien. Pakken we een rubbertje. He. Sommige mensen gebruiken er heel anders voor. Maar onze rubbertjes is om pallets vast te zetten. Even kijken. Eentje in het hoekje. Een rubbertje. Nou, nog twee kapotjes. Ja, dat is oké. Dat doen we meteen even goed. Ja, kan ik het jullie goed laten zien? Hartstikke idee. Pak een stukje spanband. Beetje touw. Door het gaatje. En niet doordenken. Dat was het. En klaar is Kees. Beauty Kees. Zo. Dan gaan we een lusje maken. En dan gaan we rollen. We maken er een mooi open rolletje van. Ja. Het is net sufje maken. En op lekker rollen die handel. Nou, we gaan hem doorheen duwen. Omlaag. Nou, die gaan eerst weer naartoe. Nou, dit is het dan. Zo staat hij vast, die pallet.
Nou, zoals jullie zien hebben we geladen een pelletje in Schravendeel. Ik heb het een beetje proberen uit te leggen hoe dat ik doe laden, hoe dat ik het vast doe zetten. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval beviel. En op naar de volgende laderes. Daar gaan we weer. Het is in ieder geval lekker weer. Dat ruimt ook nog. Is in Dordrecht. Ik heb even de deur open gemaakt, ga ik even aandokken. Moet ik even wachten tot het 1 uur is, want ja, iedereen moet eten natuurlijk. Maar ja, er zijn 2 interesses afgevallen met laden in Zwijndrecht. Dus hierna heb ik nog maar 1 adresje om te laden, dan is naar de zaak, koppelen, weer afhalen, weet ik veel wat. Zo geen zin in, maar ja. Bij zeggen ze. Thank you.
daar zijn we weer. Ik heb zojuist 6 pallets geladen in Dordrecht. En nu ben ik weer in Dordrecht, dus nu weer 3 pallets geladen. En nu heb ik er nog 1 in Dordrecht. Dus super gezellig, hè? Een beetje rond de kerk. Maar daarna gaan we naar Oosterhout, dus we kunnen weer een beetje filmen. Hè? Ja, ik maak er wel iets moois van. Nou, deurtje dicht. Gordjes om doen we dadelijk. Komt helemaal goed. Op naar de volgende. Hey, hey. Nou, we hebben er weer eentje geladen in Dordrecht. Maar goed, we gaan nu naar Oosterhout. En dan gaan we ook nog even wat pelletjes laden. Ik ben alleen bang dat ik daar niet kan filmen, want dat is allemaal ADR en moeilijk. Maar goed, het is ondertussen alweer 2:30, dus de dag zit er ook al bijna op. Maar het ging als de brandweer vandaag. Ik heb een hoop gedaan, vind ik. Ja, nou, die dagen horen er echt wel bij, dus we kunnen niks anders van maken. Het ziet er in ieder geval zo uit. Heel veel. Nou, kom op, we gaan nog een stukje doen. Hè? Oh,
En weet je wat nou het voordeel van in Nederland rijden is? Bij mijn favoriete pompie stoppen. Oh, wat slecht. Oh, wat slecht zijn wij. Sorry vrouw. Maar ik heb toch echt zin in een lekker vette bal. Wat leven. Wat leven hebben wij, hè? Niks mis mee. Nou, ik ga snel bikken, want ik moet door. Want ik moet er om 3:30 in Oosterhout zijn. Maar ik moest ook nog even naar het toilet. Ja, je weet hoe dat gaat, hè? Allemaal vlug, vlug, vlug. Dus naar binnen werken en door. Dat was het dan weer voor vandaag. We hebben een hele drukke dag gehad eigenlijk. Dus we hebben twee adressen gelost. Een stuk of 7-8 adressen geladen. Dus het was weer een innoverende dag. Een drukke dag.
En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dat jullie een dagje binnenland mee hebben gereden met mij. Maar ik ga nu afsluiten. Tot de volgende keer. Adios.